Welkom bij de Koninklijke Almeloze Harmonie. Vandaag vieren wij ons 120-jarig jubileum. En vandaag gaat het een bijzonder concert worden. We hebben vandaag een concert in samenwerking met de muziekvereniging Servus. Een musicalvereniging Servus. En we gaan er een fantastisch feestje van maken. Waarbij we verschillende muziekstijlen gaan spelen. We beginnen in 1904. Waar onze eerste dirigent, de heer Eduard Geels, ons een muziekstuk heeft nagelaten. Die hebben wij weer laten arrangeren door Jas Pijnappel. En die gaan vandaag ten horen brengen. Dat is de eerste maas die ooit door de Koninklijke Almeloze Harmonie is gespeeld. Vandaag is het sowieso een bijzondere dag. Omdat er ook nog jubilarissen zijn. We kennen 4 jubilarissen vandaag. Hans Hulof, 60 jaar. Ikzelf ben dit jaar 40 jaar lid op klarinet. En we hebben 2 leden. Arjen van Hofwegen, 25 jaar lid. En Kiki André, ook 25 jaar lid. We hebben vandaag een bijzonder concert. We hebben de zaal helemaal vol. We hebben een aantal genodigden. De heer de burgemeester, Richard Katteland, komt. En ook onze cultuurwethouder, Margreet Overmin, zal van de partij zijn. We hebben hier ook, zoals je ziet, een historisch hoekje ingericht. Waar wij het eerste krantenbericht bijvoorbeeld van 1904 hebben gevonden. Waar het ontstaan van de harmonie werd gepresenteerd. Daarnaast hebben we verschillende foto's. Over oude concerten, over onze oude uniformen, over onze dirigenten. We hopen dat u vandaag veel muzikaal plezier heeft en wensen u een fijne zondag.